Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag is mijn gast Nathalie Groeneveld, ik moet het goed zeggen. Zij is van huis uit gespecialiseerd in European Law and Policy, maar haar passie ligt ergens anders, namelijk bij yoga en wellness. Afgelopen maand, in februari, is er een Women's Leadership Summit gehouden, hier in Suriname. En zij was een van de sprekers. Het ging er namelijk om dat ze zelf haar eigen stelling mochten formuleren en dat daar met de aanwezige vrouw over gediscussieerd werd. Ze gaan dus even een gesprekje met Nathalie voeren om even terug te blikken op hoe ze dat heeft ervaren. En voornamelijk ook wat ze heeft geleerd en wat ze ons kan leren. Want dat is denk ik nog het meest spannend van het hele verhaal. What made is a little Q-time. Nathalie, goeiedag en welkom bij Q-time. Ja, goeiedag Odette en hartelijk bedankt. I'm honored to be here. Thank you. Graag gedaan. Ik heb een hele korte achtergrond te geven over jou. European Law and Policy. Nou, dat is denk ik zo heel erg in deze tijd goed van pas komen. Maar nee, je zit lekker in Suriname en focus op yoga en wellness. Maar ja, dat is echt waar mijn hart naar ligt. Waar je hart naar ligt. Ja, dat is heel erg duidelijk. Hoe ben je gekomen van European Law and Policy naar yoga en wellness? Vertel ons dat eerst. Het is eigenlijk een beetje geleidelijk gegaan, organisch gegaan. Dus meer en meer ging mijn passie richting yoga terwijl ik bezig was met mijn studie. Na mijn studie was er nooit echt iets van gekomen, want ik wilde net als mijn vader diplomaat worden, maar dat was helaas niet gelukt. En toen ben ik naar Suriname verhuisd, want mijn man is een Surinamer. En natuurlijk kan je in Suriname weinig met European Law and Policy. Dus heb ik mijn eigen dingen moeten vinden om te doen. Dat is het. Maar dat was eigenlijk jouw opportunity om daadwerkelijk erachteraan te gaan wat je echt wilde doen. Ja, op dat moment was er, Suriname trok me toch meer, want ik hou wel echt van Suriname. Ik hou van de warmte, ik hou van de mensen, ik hou van het eten. Ik hou van de zon, ja. En kou ligt me niet echt. Nee. Ik vind het heel erg donker en koud 6 maanden van het jaar daar. Ja, dus, okay. Je hebt 4 goede redenen genoemd om in Suriname te zijn. Over de rest gaan we even zwegen, goed? Ja, precies. Oké, maar je hebt meegedaan aan de Women's Leadership Summit in februari. Ja. Je was een van de mensen die daar een stelling mocht poneren en met de zaal over praten. Wat was jouw stelling? Vrouwen met kinderen hebben minder kans op succes in hun carrière. Vrouwen met kinderen hebben minder kans op succes in hun carrière. Oké. Waar komt die stelling vandaan? Nou, eigenlijk ook uit een beetje eigen ervaring of persoonlijke ervaring. Wat ik zelf heb ervaren tijdens interviews bijvoorbeeld. Dat ik werd gevraagd toen ik 25, 26 was en ik begon net met werken. Of ik plannen had om zwanger te raken. Of ik plannen had om een familie te starten. En wanneer dat dan zou gebeuren. Maar ook om me heen dat ik inderdaad zie dat gewoon wereldwijd vrouwen worden gediscrimineerd. Die hebben minder kans dan vrouwen zonder kinderen om verder te komen, dus promotie te maken. Ook minder kans op, tenminste, ze verdienen ook minder qua salaris. En 100% minder kans om aangenomen te worden dan vrouwen zonder kinderen. Okay. Dus ik vond dat dit gewoon iets was om bespreekbaar te maken, omdat het wel degelijk gebeurt. Ook al zijn er veel vrouwen die heel veel succes hebben met kinderen, gebeurt het gewoon nog steeds dat vrouwen met kinderen ook dat meemaken. Op de werkvloer. Ik vind het een hele sterke stelling. Maar die vraag, als je van plan bent kinderen te krijgen en een familie, een gezin te stichten, die is niet in Suriname aan je gesteld, volgens mij. Die was hier aan mij gesteld, echt waar? Oké, daar schrik ik van. Die was hier aan mij gesteld. Oké, wauw. Ja, maar ik vind het niet waard om te noemen waar het was gebeurd. Nee, ik ga je ook niet vragen. Het is ook niet relevant. Ja, het gaat erom dat er een bepaalde awareness moet komen. Dat is waar het om gaat. Ja. Maar precies, en dat was ook de bedoeling. Ja, maar hoe is er daarom gereageerd op jouw stelling? Is niet die hele zaal gewoon massaal opgesprongen? Volgens mij is dat gebeurd. Nee, ik heb niet die reactie gehad. Er was wel een andere stelling die zo'n reactie had, maar die van mij niet. Ja. Maar er waren wel degelijk veel vrouwen in het publiek die inderdaad ervan mee konden praten en die ook soortgelijke dingen hebben meegemaakt. En ik heb begrepen dat bijvoorbeeld, volgens mij ergens op de universiteit, dat vrouwen het meemaken dat ze niet zwanger, dat ze wanneer ze worden aangenomen 3 jaren lang niet zwanger mogen raken. Dus in principe is er eigenlijk wel een stukje wetgeving nodig, denk ik, om te implementeren, om ervoor te zorgen dat die dingen niet gebeuren en dat dat gewoon niet toegestaan wordt. Oké. Zie daar de brug naar je European Law and Policy, hè? Ja, serieus. Ja, dat is wel waar. Misschien niet per se European, maar ik bedoel,
Ja, liever goed gestolen dan slecht bedacht. Ja, toch? Nou, ik denk sowieso dat echt, het is iets om over na te denken. Ja. Het is een belangrijke issue. Mochten de vrouwen tijdens het summit ook hun ervaringen delen over dit stuk? Ja, dat is wel gebeurd. Wat voor interessante verhalen heb je gehoord? Nou, bijvoorbeeld dat vrouwen echt gewoon prioriteiten moeten kiezen uiteindelijk. En dat het niet meer gaat om en carrière en kinderen. Je moet eigenlijk niet in die situatie komen te staan dat je een keuze zou moeten maken, maar dat het wel vaak gebeurt. Dus er is altijd een, hoe zeg je dat? There's always a sacrifice you have to make. Dus het is of you, or you sacrifice the time with your children, or you sacrifice your career. It's difficult to combine both. Zijn er ook vrouwen geweest die zich hebben uitgesproken tijdens die discussie dat ze ook daadwerkelijk getwijfeld hebben om een gezin te starten of om kinderen te krijgen vanwege de progressie die ze niet zouden kunnen maken omdat ze zwanger zouden raken? Tijdens de summit is dat niet naar buiten gekomen, nee. Oké. Maar dat zou wel mooi geweest zijn, Ja, ik ben wel inderdaad. Ja. benieuwd inderdaad hoe geïntimideerd Ja. vrouwen zijn om daadwerkelijk te luisteren naar die regel. Of inderdaad ervoor Ja. te kiezen dat ze wel op een andere plek kunnen werken waar het wel gestimuleerd wordt. Dat ze, want het is een Ja. natuurlijk proces, hè? Kinderen krijgen. Het hoort bij vrouw zijn, om het maar even niet oneerbiedig naar bepaalde doelgroepen toe te stellen. Maar het hoort er wel bij. Het hoort bij de natuur. Althans, dat is een persoonlijke mening. Dus ik was wel heel Ja. benieuwd hoe vrouwen daar dan mee om zouden gaan als ze erachter zouden komen dat het daadwerkelijk gebeurt. Maar dat is niet aan de orde gekomen. Dat is food for the Nee. next discussion. Yes, en Ja. het zou een goede voet voor de volgende Ja, discussie zijn. zeker weten Ja, ja, wel. ja. Oké, ik heb deze Ja. vraag ook voor jou. Je hebt het gehad in je stelling over vrouwen met kinderen. En nou is de vraag die ik aan jou stel, is het niet gewoon vrouwen over het algemeen die zeg maar gediscrimineerd worden op vrouw zijn en minder verdienen als een man en minder promotiekansen maken? Niet per se vrouwen met kinderen alleen, ik denk gewoon vrouwen, punt. Ja, nee, dat is absoluut waar. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. En dat zie je nog dagelijks ook gebeuren. Dus we hebben het natuurlijk over de glass ceiling in deze, waar vrouwen tot een bepaald punt komen en that's it. Of ze moeten bepaalde dingen doen dat ze niet willen om verder te komen. En natuurlijk ook dat stukje salaris, dus de wage gap, daar kan je ook niet onderuit. Dat gewoon voor dezelfde functie een vrouw veel minder verdient dan een man. Dus dat gebeurt, maar dat waren in die andere discussies. Dus die discussies zijn wel aan de orde gekomen, Ja. maar tijdens de andere stellingen. Ja, dus de stellingen waren wel een beetje verwant aan elkaar. Ze hadden wel een beetje dezelfde achtergrond, als ik het zo hoor van je. Ja, dus het was natuurlijk niet de bedoeling dat we elke keer dezelfde discussie zouden hebben. Ja. Maar natuurlijk komen bepaalde dingen wel regelmatig aan de orde. Dus bepaalde dingen worden gewoon herhaald. Omdat dit dingen zijn die we nog steeds meemaken, die nog steeds voorkomen in de wereld. Oké. Heftig hoor. Maar ik vind het wel heel erg mooi dat jullie gedurfd hebben om deze onderwerpen aan te kaarten. Dus de vraag is, wanneer is de Ja. volgende Women's Leadership Summit? Nou, we En hopen dat wat het voor volgend spannende jaar onderwerpen gebeurt. zijn er dan aan de orde? Nou, we zijn nu al druk bezig met te kijken wat we volgend jaar gaan doen. So follow it. We hebben een Facebookpagina, de Women's Leadership Summit Suriname. Ik denk dat er nu ongeveer 400 of 500 likes op zijn. Maar we posten gewoon alles ook op die pagina. Dus het is wel de bedoeling dat we volgend jaar weer nog één organiseren. Oké, dus jij zit in principe ook bij de organisatie ervan voor volgend jaar. Ja, ik zit Ja. wel bij de organisatie, niet in de stichting zelf. Ja, oké. Very nice. Dus we moeten er rekening mee houden. Begin van het volgend jaar, dat we er naar uitkijken. Maar zoals je zei, de social media platformen volgen om te kijken waar jullie allemaal mee bezig zijn. Yes, Oké, klopt, prima. helemaal. En dan nog tot slot mag je ook nog iets vertellen over jouw yoga- en wellnessactiviteiten. Dat mag ook nog, maar dat hoort er ook bij. Oh, dat is super fijn. Ja, mijn bedrijf is Noah Tree Wellness. Ik geef yoga aan individuele mensen, groepsyogalessen, privé-yogalessen, maar ook aan bedrijven. Voor een stukje ontspanning, maar ook teambuilding. En verder doe ik ook aan health coaching. Dus vrouwen die wat gezonder willen worden en ook misschien willen afvallen of zelfs aankomen, ik begeleid ze ook in deze. Ja, oké. En heb je Ja. daar ook een bepaalde studie of een bepaalde achtergrond in ontwikkeld? Ja, dus ik heb een certificate gedaan in Nutritional Therapy bij de Health Sciences Academy. Dat is in Londen. Het is wel gewoon via online gegaan, natuurlijk ook met de pandemie. Ja. Maar ja, die heb ik gedaan. Oké, en tot slot, hoeveel kinderen heb jij?
Ik heb één zoontje. Eén zoontje. Oké. Okay. En er komt geen sollicitatiegesprek meer voordat het volgende kindje komt. Dus wat dat betreft ben je out of the woods. Nee. Gelukkig niet, ja. Oké. Okay. Nathalie, hartelijk bedankt voor het heel fijn gesprek. Heel erg veel succes. Ja, spannend. Hartelijk dank, Odette. Heel graag gedaan. Hartelijk dank dat ik hier mocht zijn. Ja, oké, fijne dag. Oké, dank je. Bye. What we need is a little Q-time. Dat was het gesprek met Nathalie Groeneveld. Zij was een van de sprekers tijdens het Women's Leadership Summit die in februari is gehouden. En ze heeft toen een hele interessante stelling geponeerd. Vrouwen met kinderen hebben minder kans op succes in hun carrière. Dat is natuurlijk een heel erg interessant discussiepunt die we helaas niet op dit moment gaan kunnen voeren. Maar hou het wel in de pocket, want wie weet komen we hierop terug. Wat ik u zeker kan aanraden is om de volgende editie van de Women's Leadership Summit in de gaten te houden. Dat zal volgend jaar zijn, maar dan bent u alvast voorbereid. Bedankt voor het luisteren. Nee, ik jok. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. En tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.